Wat voor gevoel bent u dit gaan doen? Ik denk mijn eerste gevoel bij natuur was een hele andere als ik nu heb. Want ik kom uit de polder. En ja, daar was natuur iets om te gebruiken. Dus daar ving je konijnen om op te eten. En vissen ving je om op te eten. En het was zelfs zo dat, mijn vader moest je gewoon een en ander laten zien. Als het nog redelijk vers was, dan kon hij wel bepalen of het nog te eten was, ja of nee. Ja, dus dat. Maar dat is nu helemaal veranderd. Ik bedoel, sinds we het niet meer nodig hebben, is het veel meer leren ervaren en genieten van de ervaringen. En dat doe ik zelf ook. En dat wil ik dan ook overdragen. Ja, dus dat, maar het is nu weer voorjaar aan het worden. En die eerste verschijnselen, denk ik, dat geeft gewoon goed gevoel bij jezelf. Nou, laat anderen er ook van genieten. Wij zijn de jongste IVN-afdeling van Nederland. Maar we hebben nu bijna 50 leden. En we proberen met die 50 leden en wandelpaden uit te zetten. En verzorgen cursussen en fietstochten. Ja, bijvoorbeeld het plan Lingenzegen. Dat hebben we met plezier aan meegewerkt. Om vooral te zorgen dat er in de generaties na ons nog wat groen is om van te genieten. Al die mensen die hier in deze Randstad moeten leven, hebben recht op een beetje groen. En zo probeer je eigenlijk alle momenten waarin je redelijkerwijs invloed kunt uitoefenen, probeer je aan te pakken. Ja, en daarbij moet je jezelf je hand niet overspelen natuurlijk. Want we zijn geen bestuurders. Het enige wat we doen is informatie verstrekken. Ja. We doen ook niet aan beheer. Ja, alle mensen die dat willen doen, die sturen we met plezier door naar allerlei zusterclubjes. Ja, hier in Bemmel, in Elst. Ja. Ja, die daar weer op ingesteld zijn. Dus op die manier werken we samen. En ook dat heeft weer hele leuke kanten. Waarom vindt u dat zo belangrijk, om de kinderen dit te laten zien? Ja, met name de kinderen. Ik bedoel, de kinderen hebben wel de toekomst. En de natuur mag eigenlijk ook wel wat toekomst hebben. Dus ik hoop altijd maar dat er een paar bij zijn die, als ze later nota's moeten schrijven over de natuur en op die manier beleid maken, dat ze denken van, oh ja, natuurlijk. En dat ze dan ook daadwerkelijk een beetje weten waar ze het over hebben. Die poten zijn wel stil. Nee, je moet eigenlijk inzoomen. Zo. Je ziet die darmen. Inzoomen. Moet je best. Moet je nog eerst op kamp, hè? Had er iemand zo in de potjes geklapt? Ze vannacht hier gewoon de rest komen halen. En kijk, een vos die zou wat gegeten hebben. En daarna zou die dit mooi verstopt hebben op een ander plekje. Maar die bunzing is niet sterk genoeg. Ja, dus de hele familie heeft hier lekker zitten eten.
Maar ze krijgen het niet weg richting een Bunzinghol. Af en toe denk ik wel eens dat het papier geduldig is. En de beleidsmakers, die kunnen wat mij betreft niet genoeg aandacht schenken aan bijvoorbeeld de inrichting van de ecologische hoofdstructuur. En ja, dat zijn de dingen die wij graag een beetje over het voetlicht brengen bij wie dan ook geïnteresseerd is. Waar komen ze vandaan, die ganzen die zich hier settelen dan in de winter? Gisteren zag ik een heleboel brandganzen. Nou, die komen van de Overzembla. Ja, dus wij hebben zo'n 80% van de wereldbevolking brandganzen. Hebben wij 's winters hier op bezoek. Zijn er niet zo gek veel hoor, ik geloof zo'n 30, 35.000. Maar die zag ze weer klaar voor vertrek. Ja, en koolganzen, die zitten hier in ongelooflijk grote hoeveelheden. Nou, die gaan richting Siberië. Ja, dus die gaan richting de tundra. En dat nu nog hartstikke koud en besneeuwd. Maar tegen de tijd dat ze eraan komen, ja, dan verwachten ze dat ze van de Arctische zomer goed kunnen profiteren. Eieren leggen. Als we tenminste hier nu in deze tijd een beetje rekening houden met ons gedrag naar die beesten toe. Want op het moment zijn ze bezig om vet op te kweken. Ja, zodat eigenlijk hun brandstof, een ons of 5-6 ongeveer bij die koolganzen, waarmee ze die 5.500 kilometer moeten kunnen overbruggen. Ja. Nou, dat betekent dat we ze niet te veel moeten verstoren. Geen honden in de polder en dat soort dingen. Om te zorgen dat ze die tijd krijgen. Want ze vliegen er wel heen. Maar op het moment dat ze, als de dames dan te veel uitgeput aankomen, dan leggen ze geen eieren. Nee. Ja, dus dan laten we een seizoen overgaan. En dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat we weer jonge gantjes terugkrijgen in het najaar. En en daar zijn al bedreigingen genoeg. Wij hoeven daar hier nog niet iets toe te voegen wat we makkelijk kunnen vermijden. Ja. Wat is er buiten de temperatuur hier in Nederland zo aantrekkelijk voor die ganzen hier? Het eten. Ja, eigenlijk leven de boer, zegt de gans. De grauwe gans die wil al voor een groot gedeelte niet eens meer weg. Ja, en dat geeft me zo'n gelijk. Want iedere dag krijg je zo'n soort kerstmaal in de weilanden die wij injecteren. Ja, en met prachtig rijgras. Wat snel groeit, waar heel veel voedingswaarde in zit. Bedoeld voor de koeien. Maar die gans zegt dankjewel. En dat is in deze tijd van het jaar niet zo erg. Maar over een tijdje dan wil die boer, die wil graag dat gras aan zijn koeien geven. En ja, dan zit het vol met poep. En die beesten die poepen gemiddeld eens in de 3 minuten. En die koe die zegt dankjewel, maar dat gras dat hoef ik niet. En dus is de boer een beetje pissig en terecht op die grauwe ganzen die hier blijven hangen. En wij maken een ideale broedgelegenheid voor die dieren. Want wij doen aan relief volgend ontkleien van de buitenpollen. Want wij moeten steeds meer rivierwater in de toekomst een plekje geven. Ja, die ruigte is een ideale plek om te nestelen. Ja, dus wij maken een mooie nestgelegenheid. We zorgen voor prima
een prima eten. Er zijn relatief weinig predatoren. Ja, de vos die eten van mee. Ja. Ja, in deze polder wordt er ook nog eens een keertje stevig op de vos gejaagd. Daar ben ik zelf niet zo kapot van. Want ja, de vos die eet nogal wat van die jonge ganzen weg. En die eet de nodige eieren weg. Maar ja, dat doen ze omdat we hier ook die weidevogels hebben zitten. Ja. En die weidevogels, de eieren en de jonkies daarvan, die krijgen in feite de voorkeur. En dus wordt er nogal wat vos weggehaald. En dat vind ik jammer. Maar ja, zo hangt er eigenlijk alles met elkaar samen. En wat het leuke is, wat het IVN doet, is die verbanden een beetje laten zien. Met de groei van de Randstad, hè, deze regio Arnhem-Nijmegen en alles wat er tussenin terechtkomt, hoe verhoudt zich dat met de ontwikkeling van de natuur? En een behoorlijk spanningsveld. En alles wat bebouwd wordt, gaat natuurlijk ten koste van ruimte voor de natuur. En de infrastructuur in deze regio, die leeft met alle pogingen om de schade te beperken, maar toch wel hele vergaande consequenties op. Want als je de 325 en de A15 en over een tijdje een doorgetrokken A15, als je die beschouwt op de consequenties voor de natuur, dan is natuur als het ware per segment, per kwart, bijna opgesloten. Ja, en dat is knap vervelend. Met een behoorlijke bebouwde as. Ja, rond Nijmegen, Lent, Elst en dan richting Arnhem-Zuid. Ja, daar zit een bijna compleet bebouwde sector in. Dus een uitwisseling van oost naar west, ja, voor dieren is niet makkelijk. Ze hebben wel geprobeerd om er een beetje rekening mee te houden. Ja, met het aanleggen van wat ecoducten. Ja, zowel voor kleine dieren als voor een enkele ree. Maar die dieren moet maar zien te vinden. Ja. En de kans dat ze de weg oversteken en dus problemen gaan krijgen, dat spreekt voor zich. Ik bedoel, die kans is voor reeën bijvoorbeeld best wel klein. De Linge zou een prima wat robuuste verbindingszone kunnen zijn tussen oost en west. Maar ook daarin zie je alweer dat van de oorspronkelijke plannen, waarbij hele stukken echt helemaal plasdras moesten worden ingericht, dat is veranderd in een oevertje, wat een beetje plasdras wordt. Leuk dat een eventueel een reetje wat overzwemt, dus ook weer makkelijker de kant op kan. Maar ik denk qua natuurontwikkeling, jammer dat ze het niet wat breder hebben opgezet. Want zo'n plek voor de rust, waarbij bijvoorbeeld in de toekomst iemand met een kano een beetje zou kunnen zigzaggen, door wat rietvelden. Ja, dat zit er niet in. Ja, dat zat er in de planning. En langzaam maar zeker wordt dat alweer uitgehold. Nou, je ziet dat. Maar u bedoelt in de planning van dat nieuwe park? Oorspronkelijk toen het nog Park Over Betuwe heette. Ja, en de eerste plannen rondom Lingenzegen, daar zat veel meer plasdras in dan op dit moment. En dat zijn de dingen waar ze ooit spijt van gaan krijgen. Ja, dat vind ik echt jammer. Want mensen moeten echt proberen om een paar generaties vooruit te kijken. En ja, ze moeten instellen op veel meer bewoning dan op dit moment. Kijk, alles binnendijks, dat komt fors onder druk te staan. En het zou fijn zijn als alles buitendijks, dus zoveel mogelijk natuurlijk, blijft. Ja, met een enkel struinpad. Je kunt hier langs de rivier kun je edelstenen, ja, of half edelstenen. Kun je makkelijk vinden. Ja, je kunt met je kinderen dagen onderweg zijn. En ze vervelen zich geen moment. Ja, dus dat stukje, dat moet erin blijven. Maar de aandacht voor bijvoorbeeld, de aandacht voor Lingenzegen. Ja, met aan die zuidkant hier Plan de Voert. Ja, dat moet meer gaan leven om te zorgen dat we twee generaties na ons, ja, eigenlijk een leefomstandigheid hebben voor zowel jong als oud, die er mag wezen in plaats van een beetje schaamgroen in de stad. En daar komt het dan vaak op neer als je niet heel hard nadenkt en meehelpt uitvoeren, ja, en vooruitdenkt. En we zullen echt verder vooruit moeten kijken en
bijvoorbeeld de glastuinbouw in Bergerde, die uitbreiding daarbij. Ja, het is een behoorlijk risico. Het is heel goed te begrijpen dat je op grond die moeilijk te gebruiken is, omdat die toch al nat is, dat je denkt van oké, ik ga daar wat bebouwen zonder dat ik die grond in hoef. Ja, dus dat. Ook dat is weer een behoorlijke aanslag op het toekomstige groen. En ik hoop van harte dat economie en ecologie in deze regio een beetje op elkaar worden afgestemd. In plaats van op korte termijn centen verdienen. En ja, de ruimte voor de natuur van onze kinderen eigenlijk een beetje verkeerd invullen. Nou ja, dan komen we weer een beetje terug op het belang van uw vereniging, het IVN. Dat u dus in ieder geval de mensen en de kinderen, de mensen van de toekomst dus, bewust maakt van dit soort belangrijke beslissingen. Hartstikke bedankt voor de interview. Graag gedaan.